Goedemorgen iedereen. Vandaag is de dag dat ik naar La Rochelle ga. Ik ga op vakantie voor 6 dagjes. En ik heb besloten dat ik de reis zoveel mogelijk ga vloggen. Dus dat is wat ik ga doen. Momenteel is het 9:00 AM. En ik ben op mijn vriend aan het wachten dat hij mij komt halen. Het weer vandaag is een beetje flauw. Het is regenachtig en echt koud is het niet, maar het is zeer regenachtig en bewolkt. En dat is nu al een hele maand zo in België. Dus ik hoop dat het in La Rochelle, Frankrijk, iets beter is. De rit vandaag is een 7-tal uren en het is met de auto dat we gaan. Dus ik hoop dat het een beetje vlot gaat. En ik neem jullie mee vandaag. We zijn nu aan het rondwandelen aan de haven en we hebben een beetje geshopt voor mijn ventje. En een beetje aan het rondwandelen, gewoon op het gemak, omdat we hier eigenlijk niks weten zijn, dus dat is de missie van vandaag, is om de stad een beetje te verkennen. Nu zijn we op weg om iets te gaan eten. En wat eet je meestal als je niets weet zijn om te eten? McDonald's. Nu gaan we iets gaan eten. Het is nu ondertussen al 8:00 geloof ik. En we're having dinner. Dus een plaatsje gevonden via TripAdvisor. Dus we zien wel of dat de moeite is. Sorry voor de belichting. Na 1:40 rond hebben gereden omdat het verkeer, ik heb het over de parkeerplaats in La Rochelle, problematisch zijn. Hebben we gewoon besloten om naar Domino's te gaan. De plaats die ik in eerste instantie gevonden had was via TripAdvisor. Zag er zeer goed uit, rook ook zeer lekker, maar was volledig volzet. En dan hadden we iets anders gevonden, maar we konden absoluut geen parkeerplaats vinden. Het is echt gewoon erover hoe weinig parkeerplaatsen dat er precies zijn in La Rochelle. Of eigenlijk veel parkeerplaatsen, maar gewoon veel te veel auto's die hier staan. Dus dan gaan we nu gewoon onze Domino's bestelling opeten. Niet echt het gedacht dat ik had van een date night en avondje uit eten. Voor vandaag ga ik de vlog afsluiten en vanaf morgen vroeg vlog ik gewoon verder. En dan zien we wel wat de dag inhoudt. Dus tot morgen. Goedemorgen, het is nu net 12:00. Ik ben een beetje laat wakker geworden. We gaan nu naar het strand, waar we gaan eerst iets zoeken om te ontbijten natuurlijk. En dan gaan we naar het strand zien hoe dat weer is. En dat staat dus op de planning voor vandaag.
Ons dagje strand zit er al op. Het is nu denk ik 2:30, 3:00 of zo. De zon was gewoon niet echt super sterk om een beetje op de zon te zitten. Het is wel aangenaam om te zien om een kleurknop te doen bij wanneer we spreken. Dus nu passeren we langs de haven. Er staan er allemaal leuke bootjes. De planning voor morgen gaat zijn dat we naar Île de Ré gaan. Dat is een eilandje vlakbij La Rochelle. Dat is ongeveer 40 minuten rijden. En daar zou het iets beter weer zijn rond de 25 à 28 graden. Dus dat gaan we morgen doen. En hopelijk een beetje een kleur opdoen. Nu gaan we naar een soort supermarktje gaan. En hopelijk een paar kleine boodschapjes doen. Ik hoop dat jullie mij goed verstaan, want er is een beetje wind. Dus dat is wat we gaan doen. En ja, dan vlog ik zo dadelijk wel verder. We zijn nu op weg om te gaan eten. Dat gaat zo'n vlog zijn. Maar bijna gewoon alleen maar eten. En wat wil je dan doen? Foto's trekken van je auto. En dan gaan we naar de Oude Haven voor de foto's. Naar drie dagen. Want we vonden gisteren nergens een parkeerplaats. En we hebben nu een parkeerplaats gevonden. Het is zonder haven, dus ik vond het zelf aan de mensen om te werken morgen. En daarom niet buiten gaan. Dus dat is wat we nu gaan doen. Goedemorgen, vandaag gaan we zoals ik gisteren dus zei naar Île de Ré, dat wil zeggen dat het een eilandje is. En vanavond heb ik niet meer verder gevlogd, gewoon omdat we op zoek waren gaan naar een locatie om mooie foto's te trekken van mijn vriend zijn auto. Maar zoals alles in La Rochelle is precies alles afgezet waar dat we naartoe proberen te gaan. Dus wat als ze werken uitvoeren onder andere. En dus zijn we gewoon naar huis teruggekeerd. En zijn we eigenlijk direct gaan slapen om toch op een deftig uur op te staan om vandaag te vertrekken. Het is nu denk ik 10:00. Dus we gaan nu vertrekken naar Île de Ré. En dat is een tripje van ongeveer 40 minuten rijden geloof ik, voor onze GPS. En ik ga jullie ook weer meenemen vandaag. Dus dat is alles. Goedemorgen. Gisteravond heb ik niet meer gevlogd, maar we hebben eigenlijk niet veel meer gedaan. We zijn thuis gekomen, hebben ons gewassen na het strand. Hebben we nog rap iets gegeten in de McDonald's. En dan zijn we naar hier gekomen, hebben ons gewassen. Ondervonden dat we heel verbrand zijn.
Ik ben het minst verbrand van de twee. Mijn vriend is de kreeft van de twee. Hij is echt enorm verbrand. En het rare is dat we het gisteren eigenlijk totaal niet gevoeld hebben als de zon op ons had dat het zo warm was. Maar eenmaal thuis gekomen stakte de zon toch wel behoorlijk. Vanmorgen dacht ik ook dat ik mijn vlogcamera ergens verloren had of laten liggen had, omdat ik hem nergens meer terugvond. Bleek dat hij onder de autostoel gerold was. Dus ik was mijzelf al aan het vervloeken. Dus nu gaan we nog eens rondkijken in de stad. Het is onze laatste dag hier. Morgen vroeg vertrekken we. En ja, is dus de planning voor vandaag. Eerst het licht uit doen. Zo. En we gaan een keer kijken naar de winkeltjes hier. Dus we zien wel waar we uitkomen. We zijn nu terug op de kamer. We hebben besloten dat we vanavond laat gaan vertrekken. En we gaan Parijs passeren om een foto te trekken bij de Eiffeltoren. Normaal konden we blijven tot morgen en moesten om 12 uur uitchecken, maar we kunnen niet vooral vertrekken. En ook omdat er redelijk wat verkeer op de terugweg was, hebben we gezien in het gaan naar hier. Dus vandaar dat we iets vroeger gaan vertrekken. En dan heb ik ook alle tijd om morgen op het gemak toe te komen. En om overmorgen terug te beginnen werken. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb ook een broek gekocht bij H&M. Gewoon een simpele jeansbroek. Tijdens het shoppen. En we hebben een paar kleine boodschapjes gedaan.